En Bettini die moest lachen. En verder hadden we gelukkig Piet Rooijakker. En ik zeg dat met heel veel overtuiging, Piet. Ik vind het reuze aardig dat je hier ook bent blijven wachten. Want dat had je niet hoeven doen. Maar wat een merkwaardige dag heb jij gehad. De hele dag in de aanval gereden. En je mocht na afloop mocht je nog op het podium komen ook. Want wat was jij van deze wedstrijd? De meest uitlustige renner. Wat betekent dat? Nou, dat je in ieder geval niet te bang bent om te koersen en dat je jezelf hebt laten zien. Nee, en dat ben jij ook niet, bang om te koersen. Nee? Ben jij opgestaan vanochtend van, ik ga in de aanval? Nee, ik had hier voorafgaand circuit de Sarthe gereden. Toen merkte ik dat je ook kleuren en zo mee, toch echt goede renners. En als die echt aanging op steile stukken, dan kon ik ze net niet volgen. Dan moest ik toch echt gaan laten. Dus dan hoef je hier ook niet te wachten op de IJzerbosweg of Michael Bogut of zo. Ja, bergop, dat is niet jouw fors. Maar je durfde het wel aan om die hele dag op kop te gaan rijden. Waarom? Ja, om de bergop, dat lukt me best. Alleen niet exploderen of zo. Niet echt ontploffen op zo'n IJzerbosweg of Kouwberg. Dan zie je hier rijden. Je hebt dus die Bonaire bij je. En die twee Belgen, waarvan er eentje weg was. En die Moussiol. Heb je je op je gemak gevoeld de hele dag? Nee, ja, het was een beetje jammer. In het begin hebben we heel lang met eigenlijk weinig secondes gereden. Ja, wij zijn altijd van mening dat je toch echt de eerste minuut volle bak moet rijden om een mooie gat te krijgen. Ja. En er waren er al meteen twee bij die niet vol overtuiging overnamen. En dan probeer je ze op te jutten en op een gegeven moment krijgen we toch een minuut of zo. En toen ging het snel, toen gingen ze toch wel weer mee. Twee, vier, zes minuten. Ja. Waar kwam het moment dat jij dacht van, lekkere sportzondag gehad en nu maar onder de douche? Toen ik teruggepakt werd, toen ik bij Voogd en Wezenman moest afhaken, toen ik teruggepakt werd... Daar heb je nog een tijdje bij gezet. Ja, dat was ook een plan. Geeft dat een kick als je bij die man in het wiel komt? Nou ja, dat is in ieder geval de kick dat lukt waar ik van plan was. Ik had gewoon niet te gek willen doen in de ontsnapping om gewoon als er een goede voorbij kwam nog aan te pikken in de finale. Ik hoopte alleen dat iets later was. Ja. Weet je hoe je geëindigd bent? Wat je rangschikking is? Nee. Vind je het belangrijk om te weten? Nou, zeg het maar als je het weet. Ik weet het ook niet. Nee. Maar dan moet je wel terugkomen en dan krijg je tenminste nog wat. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Dus jij rijdt zo direct hier Limburg uit met het idee van, nou... Ja, je gaat in ieder geval niet meer lege handen met die Herman Krot... De Herman Krotbeker heb jij. Ja, is dit, is dat iets voor je om te zeggen van, nou, dat heb ik. Ik heb het kunnen laten zien. Nederland gaat meer van mij zien. Ja, niet per se door zo'n medaille of zo'n strijdlust prijs, maar wel door de actie wel. Maar het geeft je toch een kick, ja, neem ik aan? Dus, zeker met zoveel publiek en dan in Nederland. En de Nederlanders zijn dan toch wel voor de Nederlander en supporter. En dat was heel mooi vandaag. Je kan meer? Ja, zeker. Wat kan je beter? Nou, er zijn nog heel veel dingen die kunnen verbeteren. Maar deze zulke wedstrijden liggen me goed. Alleen die kan er nog veel beter. Maar dit pakken ze je niet meer af? Nee. Dankjewel dat je hier was. Wat ga je nu doen? Ja, eigenlijk een hele week geen koers en dan Henninger Tourm. Maar wat ga je nu doen vanavond? Oh, de bank liggen. Eten. De bank liggen. Filippi, hoort het dat? Nou, ik weet niet of ik daar misschien gedachten bij kan houden. Slapen, misschien dat dat ook aardig lukt. Ja, maar dat is ook altijd moeilijk. Ja? Dan wel. Ja. Dan ga je die film terugdraaien. Ja, te moe misschien. Goed. Jouw film is een goede film. De film van Karsten Kroon zal niet al te goed zijn. Kroon rijdt bijna altijd goed hier in Limburg. Zijn eigen trainingsterrein. Maar vandaag werd zijn ploeg onthoofd door de val van Frank Slek. En hij zelf was niet mee in de finale. Na afloop had hij het volgende te melden. Ja, Karsten, hoe zwaar was het vandaag? Nou, het was helemaal niet zwaar eigenlijk. Dus er stond weinig wind. Hij was gewoon heel erg nerveus. Constant wringen. Het is eigenlijk een hele slappe koers. Ik had zelf ontzettend veel last van de warmte. Dus ik had kramp op het eind. Ik voelde hem heel goed. Maar hij kon niet met de beste mee. Op IJzerbos, hè, daar gebeurde het. Ja, dus ik zat goed en ik voelde me goed en toen ze aangingen, ja, voelde ik dat ik, te veel vocht had verloren. De waarde geklopt? Ja, absoluut, ja hoor. Ja. Dus ik denk dat de sterkste heeft gewonnen, Schumacher, Vilaan op IJzerbos en de winterkoers. Dus is een mooie winnaar. Nou, volgende week weer een nieuwe kans, hè? Ja, daarom joh, dat is niet het einde van de wereld. De realiteit overheerst bij velen die hier geklopt zijn, want de goeie wist te winnen. De voorentscheidung, als je het in goed Nederlands mag zeggen, viel hier terwijl er een andere, een tukker, die hier ook vlak in de buurt is gaan wonen, zich bezighield met de voorentscheidung, met demareren, met kijken, met misschien een gaatje maken voor zijn kopman Bettini. Ik heb het dan over Bram Tankink. Ik zat voorin, ik zat op de tweede rij en ze demareren en ja, ik kan eigenlijk mee, maar ik kom bovenop op een gaatje met Kroon en Kasse Kroon en Rico. En op dat moment voel ik in één keer mijn maag opkomen en ik moet overgeven. En toen
Toen brak het. Toen brak het, ja. Toen Vromberg kon ik nog goed mee, maar toen voelde ik in mijn één keer helemaal leeglopen. En op Keutenberg moest ik weer overgeven. En ja, goed, toen was de vogel al gevlogen natuurlijk. En die illusie had ik natuurlijk ook niet dat ik met de eerste vijf mee kon. Maar ja, tot dan reed ik eigenlijk een hele goede wedstrijd en voelde ik me echt super. En ja, dat is toch eigenlijk een beetje balen eigenlijk. Het is wat je zegt. Ja, heeft het te maken met vorige week, met toen je ook last van je maag had, over moest geven, diarree had? En... Dat kan natuurlijk. Dan moet ik deze week even afwachten morgen of ik nog last hou van mijn maag. Het kan natuurlijk ook zijn omdat het zo heel warm is. Het is eigenlijk de eerste dag dat het echt heel warm is. En je drinkt natuurlijk zo ontzettend veel. En als je maag, ja, het is nu een week geleden dat ik ziek was. En als je maag dan niet helemaal hersteld is, dan, die staan natuurlijk helemaal op zijn kop. Die krijgt zoveel te verduren. Je gooit er alleen maar suikers in, alleen maar water. En die maakt natuurlijk overuren. En met dat warme weer. En het afzien natuurlijk, want je gaat zo verschrikkelijk diep. Ja, dan gaat op dat moment geen bloed naar je maag. Dus even... Ben je slap ook nu? Ik ben nu hartstikke slap, ja. Ja, ik heb eigenlijk de laatste 30 kilometer niet meer kunnen eten. Geen suikers meer kunnen nemen. En alles wat erin zat, kwam eruit. Dus dat betekent dat je lichaam gewoon niks meer heeft opgenomen. En je gaat zo diep in die finale. En ja, ik sta nu te trillen op mijn benen, ja. Ja, Bram Tankink. U krijgt een inkijkje in het peloton. Wat er allemaal kan gebeuren op zo'n dag. In de boeken staat Stefan Schumacher als winnaar. En daar zal hij ook altijd blijven staan. Nou kennen we die man wel een beetje, want hij heeft ook in de Nederlandse dienst gereden. Maar hij ontplooit zich langzamerhand als een toprenner in de wereld. Zijn mening na afloop. Alle in de groep waren snel en men wist niet, wenn we alle samen in den Kauberg fahren, wer gewinnt. Also wir waren uns nicht sicher, dass wir aus der Gruppe raus den Sprint gewinnen. Und deswegen war es eben wichtig, dass wir unsere Überzahl eben nutzen konnten, indem wir attackiert haben, abwechselnd. Und ich hatte dann eben das Glück, dass ich dann im richtigen Moment attackieren konnte und hatte auch noch die Kraft, das durchzuziehen. Also perfekt. Also für mich unglaublich.